Lien Mermans, we staan hier in Wandelhem. Lierse heeft hier vandaag voor de beker gespeeld tegen Gent. Moeilijke match in de competitie was het, 1-1. Vandaag, hoe is het meegevallen? Ja, klopt. We hadden vooraan zoiets van, oh, naar Gent, dat ligt ons niet altijd even goed. In het verleden hebben we hier eigenlijk nog nooit gaan winnen. Mm-hmm. Maar vandaag merkten we eigenlijk van het begin van de match dat we met vertrouwen aan het spelen waren. En de eerste goal viel dan redelijk snel. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk niet echt op het moment zoiets gehad van, Gent kan ons hier pijn doen. Ja. Je zegt het zelf, eerste goal valt snel, 0-1, dan een bal op de lat, denk ik, van Jana. En dan nog een afgekeurde goal. Ja. Buitenspel, zeg maar was het buitenspel? Ja, wij dachten van niet. Ik dacht dat Jana van achter haar man kwam. Dus ja, wij dachten ook dat het geen buitenspel was. Ja. Dan denk rond het half uur. Wat gebeurt er dan? Jij krijgt de bal en je ziet de keeper ver voor haar doel staan. Ja, ik had eigenlijk al van het begin van de wedstrijd gezien van Nieke Everaar speelde al ver uit haar goal. Er was veel wind vandaag. Mm-hmm. Ik dacht, als ik de bal krijg, ik kan doordraaien, dan ga ik proberen. En ja, van het moment dat die bal vertrok, wist ik eigenlijk van, dat kan hier wel eens goed komen. Ja. Dat is een mooie goal, hè? Ja, dat was genieten. Het heeft voor mijzelf ook heel veel deugd na al de blessurelast om gewoon nog eens een gootje te maken. En ja, dat gevoel, dat is onbeschrijfelijk. Hè. Ja. Dan, het wordt 0-3. Na de rust ook nog 0-4 en 0-5. Mooie en simpele overwinning uiteindelijk, hè, voor Lierse. Ja, inderdaad. De wedstrijd was dan gespeeld en dan konden we gewoon in de tweede helft ons spel verder spelen. Gent moest natuurlijk ook komen, waardoor er veel meer ruimte kwam. En ja, we hadden het veld overwicht en dat is leuk om dan met 5-0 hier te eindigen. Ja, dat geeft wellicht ook veel vertrouwen voor de volgende ontmoeting. En die is dan vrijdag op Anderlecht, topper. Zij staan ondertussen terug eerste, maar jullie hebben thuis tegen hen 1-0 gewonnen. Hè? Ja. Speelt dat misschien in het voordeel? Ja, ik denk dat vooral vandaag de goede prestatie in ons voordeel gaat spelen. Omdat we nu met heel veel vertrouwen gewoon naar vrijdag, naar die match kunnen gaan. Mm-hmm. En ja, het zal een match worden op het scherpst van de snee. Hè. We spelen voor die eerste plek. En als je eigenlijk als eerste de winterstop in gaat, dan is dat toch wel een beloning ook voor het harde werken. En we trainen hard. We moeten veel opofferingen doen. Dus dat is dat wel leuk dat je zo het nieuwe jaar kan inzetten. Ja. En jullie zijn ook een beetje het zwarte beest van Anderlecht, hè? Altijd betere uitslagen tegen die ploeg. Ja, gelijk dat Gent ons eigenlijk niet ligt, hebben we tegen Anderlecht altijd al heel goed gespeeld. En het verschil is ook wel dat Anderlecht ons vaker laat voetballen, terwijl Gent nogal een duelploeg is. Ja. Dus Anderlecht gaat ons waarschijnlijk ook wel goed liggen, in de zin van dat we ons spel weer kunnen spelen. En dan, als die kansen dan komen, dan hopelijk toch wel een gootje te kunnen maken. Ja. Dan in de beker, jullie hebben zich geplaatst, Standaard heeft zich ook geplaatst. Dat is de kwartfinale, Standaard Lierse, topaffiche. Misschien al een finale voor de finale. Het is nog lang, maar je hebt er vorige week ook tegen gespeeld, tegen Standaard. Zijn zij sterker, minder sterk dan vorig jaar? Wat denk je? Ik denk wel dat ze een beetje kwaliteit verloren hebben, maar Standaard is natuurlijk een ploeg met zoveel ervaring. Dus die gaan sowieso meedoen voor de titel. Wat er ook gebeurt, daar moet je altijd rekening mee houden. En zo'n bekerwedstrijd tegen Standaard is alles of niets. Hè. Dus er is maar één winnaar op het einde van de wedstrijd. Misschien nou verlenging of penalties? Ja, dat kan. We gaan daar niet van uit. Maar ja, dat is 5 februari, denk ik, de eerste match na de winterstop. Dus dan moeten we er direct staan. Hè. Ja. Dan afgelopen maandag was er ook België-Servië. De Belgian Red Flames op weg naar Nederland. Tot nog toe liep het goed. Maandag was het iets minder, 1-1. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Je hebt ingevallen ook. Ja, het was niet evident. Het veld lag heel glad. Ik denk dat er nog altijd heel veel ontgoocheling heerst bij iedereen van de ploeg. Als ik nu zo wat sms naar de anderen, ze hebben eigenlijk nog altijd heel teleurgesteld over dat resultaat. Mm. Als je daarmee 1-0 wint, ja, dan praat ook niemand over de mindere wedstrijd, want het was inderdaad niet goed. We moeten beter kunnen, dan moeten we ook gewoon laten zien aan de buitenwereld dat we eigenlijk beter kunnen voetballen. Maar ja, alles zat dan ook tegen. Hè. De keeper van Servië speelt daar een wereldmatch. Ja. Nog wat paar beslissingen op het einde van de scheidsrechter. Het was een beetje gewoon een pechdag, denk ik. Ja. Dan met de Red Flames. Het verhaal gaat verder in maart al. Jullie gaan naar Portugal en voor het eerst gaan deelnemen aan die Algarve Cup. Heel prestigieus toernooi ook. Een aantal goede tegenstanders die daar kunnen geloot worden. Ja. Wat denk jij daarvan? Dat moet vooral een belangrijke stap zijn naar matchen spelen tegen ploegen van dat niveau, van dat kaliber. Ja. Zonder al te veel druk, omdat er eigenlijk geen belang
bij komt. In de zin van, het is voor een kampioenschap en dergelijke. Dus dan ben je twee weken ben je dan samen met de groep. Je speelt wedstrijden op niveau, daartussen goede trainingen afwerken. Dus dat is gewoon een heel leuke ervaring die we kunnen meemaken. Ja. En dat het 4 wedstrijden op een dag of 8-9 is, dat speelt ook niet. Allee, speelt in het voordeel misschien? Dat kan in het voordeel spelen, dat weet ik niet. Ik weet niet goed hoe wij als groep daarop gaan reageren. Onze groep heeft dat natuurlijk vorig jaar ook al gehad in de Cyprus Cup. Toen was ik er zelf nog niet bij door mijn blessure. Ja. Maar ik zeg, het is een heel leerrijke stap, een leuke ervaring om eens mee te maken. Ja. En dan vlak daarna, de maand nadien, gaan jullie naar Engeland. Dat is de topwedstrijd in deze groep voor de Bears en de Red Flames. Ja. Maken jullie kans? Want zij hebben uiteindelijk tegen Bosnië ook maar 1-0 gewonnen. Ja, het zijn een paar verrassende resultaten geweest. Hè. Bosnië wint dan van Servië. Mm-hmm. Het was maar 1-0 Servië-Engeland, denk ik. Ja, dus ik weet het eigenlijk niet goed. Ik denk wel dat Engeland een ander soort voetbal speelt. Meer powervoetbal met lange ballen. Mm-hmm. En daar moeten we ons gewoon op voorbereiden. En we hebben nu tegen Servië wel misschien een kans laten liggen. Maar het is nog altijd aan ons, omdat we kunnen dat nog altijd zelf rechtzetten. Oké. Okay. Dankjewel. Veel succes in elk geval. Volgende vrijdag en ook met de Red Flames. Ja, dank u. Dank u wel.